Maar dan neemt, zoals dat hoort in de wereld van de candid camera, het verhaal een onverwachte wending. Ralf Inbar had het zo kunnen bedenken. Hold up so you can't even see down. Okay. It's completely blind now, yeah. Right? Yeah. Okay. Okay. And lean in just a little bit, okay? Jennifer, how did that feel? Good. Wat? Lief, maar die aap, hoe die dat dekt. Maar even het woord aan de Partij voor de Dieren, dames en heren. Nee, maar zag je dat gezicht van die aap? Hoe zacht en hoe echt zacht. Dat vind ik zo mooi om te zien. Ja, maar een aap kan ook wel een luil gaan verkopen. Want heel veel mensen denken, oh, dat dier dat zal wel heel raar gaan doen. Nee, maar het was zo teder. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, het was ook echt teder. Ja. Ja, dat vond ik mooi. Ook. Maar je ziet hier, zo doen we dat bij de Partij voor de Dieren. Nee, dat doet me wat. Oh, dat doet je wat, neem ik al. Zo doen we dat. Ja, zo doen we dat, ja. Goedje meer, dat je hier nog voordeel uit haalt uit dit fragment. Dat is raffinement van de bovenste plank. Niks afgesproken werk. Bij de wereld draait door. De wet van de wereld. Twee gorilla's moeten neerzetten. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Hoe teder het dan gaat. Iedereen had vroeger op school dat ene iets